Het is weer jeugdboekenweek in Vlaanderen. Twee weken lang stellen scholen en bibliotheken alles in het werk om kinderen en boeken dichter bij elkaar te brengen. De 32e editie is vandaag feestelijk geopend in Sint-Niklaas. Waarom lees jij? Het is leuk en dan kun je altijd een verhaaltje begrijpen. En het is een heel leuke vorm van amusement, want je kunt je fantasie er ook mee opvoeren en zo. In Sint-Niklaas, de stad van burgemeester Freddy Willocks, kon je vandaag op verschillende plaatsen terecht om te luisteren naar verhalen. Thema van de Jeugdboekenweek dit jaar is Jij en Ik. Dit jaar hebben we gekozen voor Jij en Ik en we zien het dan breder dan vriendschap en liefde enzovoort. Verliefdheid. We wilden het eigenlijk ook hebben over communicatie, macht, ouders tegenover kinderen, kinderen tegenover hun leerkrachten bijvoorbeeld, maar ook respect, verdraagzaamheid. Al die aspecten komen eigenlijk aan bod. Niet alle kinderen grijpen even vlot naar een boek. Tekening helpen hen te lezen. Gerda den Dove, schrijfster van het boek Samen in Bed, leerde kinderen vandaag verhalen maken aan de hand van tekeningen. Illustraties zijn in die zin essentieel, omdat het een toegang geeft ook dikwijls tot de inhoud van een verhaal. Een verhaal kan bijvoorbeeld heel moeilijk zijn en kinderen een beetje afschrikken, maar ze kunnen anderzijds via de illustratie dan toch weer een enorme verbeelding krijgen rond het verhaal. Ik ben toch zo bang. Antje de Boek en Patrick Rigel brachten samen een bundel gevoelige verhalen en gedichten, gesteund door muziek. Waarom al die drukte en al dat gedoe? Mama, oh mama, ik ben toch zo moe. De komende twee weken kan je in je bibliotheek of op school terecht voor een ontdekkingsreis doorheen de wereld van de jeugdliteratuur.